We zijn hier in het stadhuis van gemeente Rotterdam. Dit is een monumentaalpand. Hiervoor zijn we de ruimte aan het inscannen, zodat alle schilderingen, lambriseringen en alle objecten mooi worden vastgelegd voor de eeuwigheid. Een van de opties die we hebben is een 3D laserscanner. Steeds meer gevraagde techniek om dingen in te winnen. Dus vierkante meters, volumes. Wat zit er in de ruimte? Hoeveel zit er van in de ruimte? En dat kun je er allemaal uit halen. Een laserscanner die zet je weg in een ruimte en die schiet een laserstraaltje af en die meet de tijd hoe lang dat hij erover doet voordat hij iets terugkrijgt. Dat doet hij 2 miljoen keer per seconde. Zodoende krijg je een puntenwolk van de ruimte. Die data wordt gebruikt om een BIM-model te maken waar je renovaties mee kan uitvoeren, maar ook speeltekeningen kan maken en een beheerplan kan uitwerken. Alles wat je ziet, kan je inmeten. En we krijgen steeds meer de mogelijkheden om op verschillende manieren dit soort dingen in te winnen. En daarom is de toekomst zeker 3D laserscannen en puntenwolken. Binnen de gemeente Rotterdam hebben we de afdeling basisinformatie. We hebben binnen de afdeling nu een aantal jaren ervaring met deze technieken. En we kunnen het voor iedere medewerker binnen de gemeente inzetten. Die gegevens nodig heeft van panden of buitenruimtes.